Ben je voor je gevoel met een opgeheven hoofd de Eredivisie uitgegaan vandaag? Vandaag wel. Ik denk dat we gewoon als je bent gedegradeerd, zeg maar woensdagavond, en je gaat zo de wedstrijd in en je laat de eerste helft zien. Denk ik dat ze er alles aan hebben gedaan om deze wedstrijd ook te winnen. En daar ben ik blij mee. Natuurlijk hebben we verloren, maar uiteindelijk hebben we ook momenten gehad om echt doelpunten te kunnen maken. Ja, we hadden het van tevoren over die spirit oproepen die de afgelopen weken zag. Dat is natuurlijk heel moeilijk vandaag. En dat lukt jullie volgens mij beter dan PSV. Nou ja, goed. Daarmee kan ik alleen maar tevreden zijn met wat zij vanaf het begin dat ik hier ben gekomen hebben gebracht. Op trainingen, hier binnen in het huis, zeg maar even. Wat er van je wordt gevraagd om een bepaald niveau te brengen. En ik ben blij dat ik dat tot de laatste dag heb gezien vandaag. Was je ook nieuwsgierig naar hoe het thuispubliek zou reageren? En wat vond je ervan vandaag? Nou ja, goed. In principe ben je misschien een klein beetje nieuwsgierig. Maar aan de andere kant, als je zeg maar naar de coronatijd, is het stadion elke wedstrijd uitverkocht geweest, thuis. Dat zegt al genoeg voor het feit waar we met z'n allen mee bezig waren. Al uiteindelijk was het niet goed genoeg. En ik denk dat ze ook vandaag gewoon achter ons hebben gestaan. En dat hopen we zeg maar naar volgend seizoen ook toe. We hebben het er van tevoren heel even over gehad. Geruchten die gaan over waar jij eventueel heen zou gaan. Jij zei toen in ieder geval, ik wil gewoon sowieso op eigen benen staan. Maar er is ook nog een belangrijk gesprek dat gevoerd moet worden met de club. Wat is dan belangrijk voor jou in dat gesprek? Ja, eigenlijk alles waarin deze club is terechtgekomen. Dat heb ik nu intern een beetje meegekregen en meegemaakt de afgelopen maanden. En dat speelt eigenlijk al een jaar of 3, 4 of misschien wel langer. Ik wil ook weten hoe de financiële toestand en alles is. En uiteindelijk komen daar steeds meer dingen naar boven. Wat natuurlijk niet fijn is. Maar niet voor mij. Maar ook voor niemand niet hier die hier werkt. Of komt werken. Of uiteindelijk weer terug wil naar de Eredivisie. En daar wil ik wel, zo niet alles. Maar wel natuurlijk veel van weten. Ik bedoel, dat wist ik niet voor mijn komst. Weet je er al iets van? Of is dat echt nog een gesprek dat gevoerd moet worden? En kun je wel aangeven wat voor jou gewoon heel belangrijk is om een goede bodem te hebben van oké, ik ga blijven? Nou ja, dat we met z'n allen de neuzen rechten en dat met z'n allen achter elkaar gaan staan. En dat wat er ook gezegd wordt, dat dus een keer intern blijft. En dat we dezelfde kant op gaan. Dat is het belangrijkste. En daarbij ook de financiële huishouding. Ik bedoel, ik word zeg maar geconfronteerd met dat we Meesterwit moeten verkopen. En uiteindelijk dat geld niet kunnen gaan gebruiken. Plus dat we nu ook een begrotingstekort hebben van een aantal miljoenen wat naar buiten is gekomen. Dus ja, dat is gewoon duidelijk dat ik daar ook een bepaald plan wil zien nu. En dat is voor mijn tijd natuurlijk niet gekomen. Maar kijk, ik ben hier natuurlijk in principe binnengekomen een paar weken na de aanstellingen van Marcel Boudestein. Ja, en die is onderweg ook van alles tegengekomen. Dus ik kan het hem natuurlijk ook niet zozeer kwalijk nemen. En hij moet doen wat er moet gedaan worden om deze club weer het rechte pad op te krijgen. We hebben een bepaalde filosofie daarin gecreëerd met elkaar en ook met de staf. En dat willen we wel voortzetten. Maar goed, dat moet wel onder goede, normale voorwaarden kunnen. Het klinkt alsof er wel nog veel glad gestreken moet worden. Tuurlijk, dat vind ik wel. En uiteindelijk is dat ook belangrijk voor deze club. Om te zorgen dat je weer stabiel wordt. En ook naar buiten toe met z'n allen treedt. Dat we met z'n allen dezelfde kant op gaan. Ik praat er misschien hier nu een beetje open over. Zonder dat ik echt in het detail ga. Maar ja, dat zijn wel de redenen uiteindelijk waar ik over wil praten met de club. Nou weet ik niet. Het is een korte tijd dat je hier eigenlijk zit. Maar je hebt het goed gedaan. Je krijgt veel complimenten van iedereen. Dus ik weet niet hoe snel er dan getrokken wordt aan je bij clubs waar je ook op eigen benen kan staan. Want dat was belangrijk voor je. Kun je daar uitleg in geven of zeggen van nou ja, ik heb al wat opties. En ja, voor mij is het echt twijfelen en nadenken. Nou ja, de twijfel ligt hem niet in de opties. Want daar ben ik totaal niet mee bezig geweest. Ik heb mijn focus echt op PEC Zwolle gelegd. Echt op erin blijven gelegd. En ik heb ook gewoon zeg maar een doorlopend contract. En daar zijn bepaalde afspraken in gemaakt. En daar gaan we dus in de verloop van de tijd over praten. Dus ik ben niet bezig geweest met opties. En uiteindelijk is dat allemaal leuk en aardig dat ze zeggen dat het goed gaat. Maar ik ben constant bezig geweest met proberen de ploeg in de Eredivisie te houden. En zelfs tot vandaag aan toe dat ik wil dat we gewoon goed voor de dag komen. En dat we afscheid nemen van het publiek. Maar ook voor jezelf als sportman. En dit is wat ik de hele tijd gepredikt heb. Van ja, luister, we zitten in een moeilijke situatie. En dit moet je elke week brengen. En daarin vind ik, zeg maar, als ik terugkeer naar het team. Vind ik dat ze ook vandaag gewoon wel weer hebben laten zien, als je dan echt een grote teleurstelling hebt, dat het uiteindelijk daar is dat je degradeert, dat ze daar vandaag goed mee zijn omgegaan. Dus ik maak een kleine kanteling in het gesprek. En nu?
Wat ga je nu doen? De spanning is nu helemaal weg. De Eredivisie zit erop. Wat is het eerste wat je gaat doen? Nou ja, kijk, het eerste. We gaan even de komende 2 dagen met elkaar afscheid nemen van elkaar. Er gaan veel spelers weg. En we gaan nu bouwen aan volgend seizoen toe. En wat ik al zeg, ik heb zelf dinsdag het gesprek. En daarin gaan we ook gewoon met elkaar kijken in hoeverre we daarin goede afspraken kunnen maken. En we moeten proberen daarin gewoon een goede selectie proberen te krijgen voor volgend seizoen. Als iedereen denkt dat je zomaar weer terug promoveert, nou, dat hebben we gezien. Dat is niet het geval. En ook dat zorgt weer voor de nodige energie. Die we eigenlijk tot nu toe met elkaar hebben gegeven. En uiteindelijk is het ook een stukje rust, zeg maar, daarin gekoppeld aan snel vooruitkijken en door. Succes de komende dagen dan. Dankjewel.